Welkom allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe FIFA Mobile video. Vandaag gaan we lekker spelers verkopen, want ik zag best wel wat comments van mensen die zeiden: verkoop een keertje spelers, want dan kan je vet veel coins mee verdienen. Nou, dat is wat we vandaag gaan doen. Ik ben benieuwd hoeveel coins ik erbij kan verdienen, want ik heb natuurlijk superveel goede spelers in mijn team staan. Maar ik heb ook nog zoveel goede spelers gewoon in mijn club die ik gewoon kan verkopen. Verkopen moet je dan drukken. Kijk, dit zijn bijvoorbeeld allemaal spelers die ik niet in mijn team heb en die ik allemaal kan verkopen. En ik weet zeker als ik vet veel van deze spelers verkoop, dat ik echt miljoenen coins ga verdienen. Dat kan niet anders. Maar ja, daar gaan we achter komen in deze video. Verder heb ik ook nog een aantal rewards die ik ook nog kan openen in deze video. Dus we gaan ook nog een paar goede spelers erbij krijgen. Ja, het wordt sowieso weer een leuke video in FIFA Mobile. En als jullie er zin in hebben, smash dat duimpje omhoog. 1250 likes. Dat zou ziek zijn als het gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En trouwens, de comment waar ik het over had net, dit was van Marnik, die zei dit: zet een paar spelers op de markt, dan verdien je nog wat punten. Je hebt toch 300 spelers. En daar had hij helemaal gelijk in. En ik had hier trouwens nog een comment van RiftsNL. Tip, open je inbox postvak berichten. Ja, in principe is het allemaal hetzelfde. Hier staat in ieder geval inbox. Maar de reden dat ik zoveel berichtjes heb, is omdat ik de hele tijd vriendschapverzoeken krijg. Zeg maar competitieverzoeken. Ik krijg dat de hele tijd. Wat is trouwens een competitie cadeau? Wat krijg je dan? Oh, dan krijg je competitiedrinkje. Oké, lol. Daar krijg ik er dan wel redelijk wat van. Oké, dan is dat toch inderdaad een goede tip. Ik dacht dat het bijna alleen maar verzoeken waren. Maar wat ik wel heb... ik krijg nog meer competitie-energies. Is hier nog klassement. En daar heb ik nog wel een paar rewards. Dus deze kunnen we nog vrij spelen. Heb ik ook expres bewaard voor een video om dit te openen. Want we krijgen nu in totaal 5 van die Rifle Plus spelers. Dan kunnen we gewoon 5 van deze spelers krijgen. Het kunnen natuurlijk goede spelers zijn van 85. Kunnen ook minder goede spelers zijn. En we krijgen ook nog vet veel van deze spelers. Er kunnen ook nog een paar goede tussen zitten. Dus we gaan erachter komen of we iets gaan krijgen. We hebben in ieder geval redelijk wat van deze rewards. En hierna had ik ook nog allemaal sterfpas rewards die we ook nog konden claimen. Dus dat is nice. We krijgen Hunter. Van Ooyen krijgen we ook nog 71 en 70. Ja, eigenlijk aan die 70 reeds spelers heb je niet heel veel. 78 heb je wel wat aan, want die kan je eventueel inruilen. En we krijgen er nu 2 van 78. Zeg maar als je je speler wil upgraden. Met van die speciale punten. Ik ben even de naam kwijt. Maar we krijgen er nog 2 van 78. Op zich niet de beste packs. Maar ja, hebben we wel weer wat spelers erbij. Dus dat is zeker niet verkeerd. Ik kan het trouwens wel eventjes gaan doen. Ranken waren het. Hoezo kwam ik er net niet op? En trouwens, voor de keeper moet je een keeper inruilen voor ranken. Maar we kunnen deze keeper in ieder geval eventjes 2 ranken omhoog upgraden. Want mijn gun, die hou ik voorlopig toch nog in mijn team. Die andere 2 vind ik een beetje zonde om in te gaan ruilen. Die vind ik dan net te hoog om te verspillen naar ranken. Maar ja, voor nu is dit best wel chill. Maar dan gaan we naar de sterpas. Is mijn niveau trouwens toevallig een rank omhoog, een rating omhoog? Nee, dat niet. Maar dan gaan we nu naar de sterpas. Want hier had ik ook nog rewards die ik kan vrijspelen. Ook natuurlijk nice. En dan zal ik zo meteen ook even laten zien hoe ver ik momenteel in de Europa League evenement ben. We krijgen in totaal best wel wat coins. Bijna 300.000. Nou, dat is wel chill. En aangezien ik coins momenteel eigenlijk niet eens nodig heb, is dat extra chill. Want dan kunnen we misschien binnenkort iets zieks kopen. Stel, ik heb zo meteen zo belachelijk veel coins. Dan kunnen we heel misschien eraan gaan denken om gewoon 1 lijpe speler op de transfermarkt te kopen. Alleen die spelers op de markt zijn zo belachelijk duur. Dat is echt niet normaal. Dus ik vind dat eigenlijk zonde. Je kan beter je coins uitgeven aan 1 goede upgrade dan dat je zeg maar je coins gaat uitgeven aan een speler op de markt. Maar in ieder geval, dit waren de rewards die ik hier kon vrijspelen. Weer wat skill boosten, coins, dus dat is chill. En we kunnen binnenkort, als we de, zeg maar de samples helemaal hebben uitgespeeld, nog Koulibaly vrijspelen van 90 rated. Die is op zich wel nice. En we krijgen ook nog 750 edelstenen erbij. Dat is ook vrij nice. Maar laten we nu even naar de Europa League gaan. Want zoals jullie weten speel ik dit elke dag. Ik heb vandaag ook weer mijn 10 duels gedaan. Heb ik weer 50 rel tokens erbij. Ik zit momenteel al op de 800 rel tokens die ik heb. Dus ik kan makkelijk deze aanbieding kopen hier. Dan krijg je gewoon 90 reeds spelen. Het enige nadeel is dat ik gewoon deze spelen niet kan gebruiken. Ik wacht eigenlijk op het moment dat er een keer een speler komt die ik wel kan gebruiken. Maar ik hoop dat die nog gaat komen. Deze aanbieding is momenteel nog 33 uur beschikbaar. Ja, misschien dat als deze aanbieding weggaat dat er daarna een speler komt die je kan gebruiken. Maar dat is afwachten. En ik had 1 keertje deze aanbieding gekocht helemaal rechts. Want dan krijg je namelijk 25 van deze punten erbij. Dus ik dacht, ik doe dat ook wel. Maar dat is eigenlijk wel
al zonde. Je kan die punten beter bewaren voor een aanbieding waar je ook spelers in krijgt. Maar we hebben ondertussen 605 punten. Dus ik kan deze aanbieding al kopen. Krijgen we nog eens 500.000 coins bij. Dus dat is heel nice. En dan moet ik alleen nog 600 punten krijgen. Of 650 voor onder. En dan heb ik hem. Oh, ik ben nu echt heel dichtbij. Ik ben echt heel dichtbij. En als ik deze heb, dan heb ik zo'n lijpe middenvelder erbij. En die linkt ook nog beter in mijn team dan wat Berghuis linkt. En hij is natuurlijk ook nog 5 ratings beter. Die is gewoon even goed als Beckham. Dus dan heb ik gewoon samen met Beckham een nieuwe beste speler in mijn team. Dat is wel echt heel nice. Maar laten we maar een spelers gaan verkopen. Het enige nadeel is wel dat je niet meteen hier prijs kan vergelijken. Bijvoorbeeld als ik hier Son neerzet. Je kan niet meteen, bijvoorbeeld als je hier een prijs, stel ik doe hem weer weg. Oh, dan komt er 1,1 miljoen. Oké, dat is dus een voorgestelde prijs. Maar volgens mij, ik had net even opgezocht, was die ongeveer 1,4 miljoen waard. In ieder geval de goedkoopste kaart die erop stond. Dan ga ik er wel iets onder zitten. Dan zet ik hem erop voor 1,3 miljoen. Maar ja, ik weet niet. Het is wel dat je denkt, die voorgestelde prijzen die kloppen bijna nooit. Maar ik zet hem er gewoon op en ik zie wel of die verkoopt. En dan ga ik even een aantal spelers hier ook verkopen. Dan check ik even de prijs. Ik noteer even hun naam. Zoek ik ze op qua prijzen. En hopelijk werkt het dan. Hopelijk gaat het al goed. Oké, ik ben momenteel Soriano aan het zoeken. Die is 200.000 coins waard. Dat valt op zich wel mee. Hij was ook heel makkelijk om te krijgen. Oké, dan ga ik deze wel voor 200.000 coins verkopen. Misschien dat die andere spelers nog wel duurder zijn. Dat zou best wel eens kunnen. De spelers bijvoorbeeld Aspas en Cardi. Omdat deze was zo makkelijk. Maar dit klopt ook niet. Ik zet hem wel voor 180 erop. Dan zet ik hem net iets eronder op. En dit moet ik dan wel omhoog doen. Anders wordt hij alsnog niet voor veel verkocht. Oké, top. Dan zetten we deze er ook op. Dan ga ik nu even op zoek naar Aspas. Oh, en die is ook rond de 200.000 coins waard. En net iets onder. Dus waarschijnlijk zijn de spelers niet extreem. Oh, die is verkocht van 120.000. Dus die is net goedkoop. Ik zet hem voor 175 erop of zo. Ik wil hem maar altijd net iets onder zetten. Zodat ik dan hem wel verkoop. Want anders heeft het ook bijna geen nut. Oké, dan gaan we nu eventjes Aspas erop zetten. Voor 175. En dan als we al dit verkopen, hebben we toch even vies veel coins erbij. En dit zijn toch spelers die ik eigenlijk niet gebruik. Dus dat is wel een voordeel. En we hebben een speler verkocht. Yay! Wie is het? Verkopen? Of waar kan je dat zien? Ik denk dat je dat hier niet kan zien. Mijn aanbiedingen. Ik denk dat je daar kan zien. Oh, we hebben gewoon meteen Son verkocht. Dus we hebben nu 1,3 miljoen erbij. Dus dat is wel nice. Kitching in de pocket. En daar hoefde ik eigenlijk helemaal niet zoveel voor te doen. Oké, nice. Dan zitten we nu al over de 4 miljoen. Dus dat is wel heel nice. Dan gaan we nog even door. Carney, die moet ik eventjes op gaan zoeken. Die is ongeveer 170.000 coins waard. Ik zie hier ook allemaal normale kaarten van hem. Ja, die worden ook nog af en toe voor veel aangeboden. Maar ja, dat is niet een hele goede kaart. Ik denk dat ik hem voor 160 erop ga zetten. Verkopen en dan hebben we toch weer even 160.000 coins erbij. Hij wordt ook al redelijk hoog ingezet ongeveer. En je kan ze ook gewoon voor de standaardprijs verkopen. Maar ja, dan maak je nooit zoveel winst dan wat je het zeg maar nageprijs zou doen. Dus deze gaan we ook nog verkopen. En dan ga ik Kimmich en Sterling ook nog eventjes opzoeken. Maar voor de rest hou ik het dan eventjes. Ik denk dat er weinig spelers hier zijn die nog echt heel veel waard zijn. Misschien Thiago Silva dat die nog iets waard is omdat hij uit de Premier League komt. Maar ik denk Kimmich en Sterling dat die nog wel wat waard zijn. Oei, joh, ik dacht eventjes Kimmich 900.000. Nee, dat is niet het geval. Al deze spelers zijn een beetje vergelijkbaar qua prijs. Maar Kimmich is ongeveer 180.000. Ik denk dat ik hem daar wel voor kan verkopen. Ja, qua rating is hij lager dan de spelers die ik hier op heb staan. En die, hij is dus uiteindelijk nog meer waard ook. Dat komt omdat de kaart denk ik net wat zeldzamer is. Hij wordt inderdaad ook voor meer aangeboden hier. Maar ik zet hem voor 180 erop. Dan hebben we toch weer even mooie coins. Anders wat ga ik een coins verdienen. Misschien had ik dit toch al wel eerder moeten doen. Maar die spelers die wat lager zijn qua rating, die verkoop je niet voor enorm veel. Dat is bijna niet de moeite waard. Maar we kunnen natuurlijk ook nog eventjes Sterling verkopen. Ik denk dat die ook nog wel redelijk waard is. Hij staat hier voor 280 op. Ja, hij is sowieso meer waard dan die spelers die ik net allemaal op de transfermarkt had staan. Ik denk dat ik hem voor 250 ongeveer erop kan gaan zetten. Al 240 zie ik hier. Oké, dan doe ik 230. 230 zet ik hem erop. Nou, dan is dat weer even 230.000 coins bij. En hij wordt inderdaad ook hoog ingeschat. Wow, yo, dat is eigenlijk best wel handig. Als je die prijs neerziet van wat FIFA Mobile voorstelt. Eigenlijk zit de prijs daar gewoon net iets boven. Dus we kunnen dat misschien wel doen. Voor Buffon, oh die kan ik niet verkopen.
En deze, die kan ik wel verkopen. Weet je wat? Dan zet ik bijvoorbeeld deze. Dan zet ik hem erop voor 100.000. Want dan doe ik het net iets boven de prijs. En dat heb ik bij die andere spelers ook allemaal gehad. Zeg maar, ze zitten er net iets boven. Oh, deze is nog wel redelijk hoog. En dan zet ik hem er gewoon op voor 180. Dan gaan we het op deze manier doen. En mochten ze niet verkopen, dan ga ik hem in de toekomst gewoon er weer afhalen. En dan zet ik hem voor iets minder erop. Deze 60, ja, had ik ook verwacht, want hij komt uit Japan. Dan zal die niet heel duur zijn. Ik zet hem wel voor 90 erop. Ik zet ze gewoon iets duurder erop. Ik heb geen zin om alles te moeten checken. En op deze manier maken we ook nog wel wat coins. Ik zet deze er ook voor 90.000 op. En ik zag trouwens al dat er ondertussen weer wat was verkocht. We gaan zoveel coins maken op deze manier. Kan je deze ook verkopen? Oeh, die staat er nog wel voor redelijk wat op. Deze zet ik er dan voor 200.000 op. Ja, plaats item. En dan hebben we Vosberg ook nog. En kan ik deze trouwens nog verkopen? Ja, die kan ook nog. Oeh, die staat er wel voor heel weinig op. Oké, nou, die hou ik dan voorlopig toch eventjes. En dat komt denk ik ook omdat dat evenement momenteel bezig is. Vosberg, die is ook 100.000 of zo. Dan zet ik gewoon voor 150 erop. En die minimumprijs laat ik wel. Dan kunnen mensen altijd nog eventueel gaan bieden. En dan verkoop je het op die manier nog. Deze keeper doe ik wel voor 90.000. Zitten we net onder de ton? Yo, we gaan zoveel verdienen. 250? Oké, deze wil ik dan wel eventjes checken. Hij staat hier voor 400 op. Ik zie inderdaad allemaal 400. Wow, yo! Deze guy is echt duur, man. Ik had hem... Ik moet eigenlijk nog hoger in gaan zetten qua prijzen. Wow, yo! Oké, 400.000 coins. Dat is toch even lekker meegenomen. Toch maar goed dat ik even iets verder ben gaan kijken. Ja, 400.000 ga ik hem erop zetten. Ziek! En dan zet ik deze wel iets hoger erop. Dan zet ik voor 350 erop. Mocht hij niet verkopen, ja, dan hebben we in ieder geval die prijs nog. Thiago Silva... Ja, die zit ook. Ik zet gewoon voor 250 erop. Want dan, ja. Dan weet ik. Zelfs dan, als ik hem voor iets te weinig erop zet. Dan zit in ieder geval goed. Danilo is ook nog 150. Die zet ik er ook voor 200.000 op. Volgens mij zijn linksachters en rechtsachters best wel wat waard. Kan ik Eudekaart? Nee, die kan ik helaas niet verkopen. Hier deze linksmidden. Ah, die is niet zoveel waard. Die kan volgens mij ook iedereen krijgen. McGinn? Nou, die zet ik er dan op voor 100.000. Of 120.000. Ja, gewoon ietsjes hoger inzetten, toch? En dan heb ik nu eigenlijk mijn goede spelers allemaal wel verkocht, volgens mij. Kunnen even checken. En mijn aanbiedingen... Oh, ik heb weer een speler verkocht. Mijn aanbiedingen... Oh, nee, mijn... Ja, hier moet ik... Mijn biedingen niet, mijn aanbiedingen. Hoor dan maar, welke heb ik verkocht? Welke heb ik verkocht? Ik heb hier allemaal spelen. Deze heb ik allemaal nog niet verkocht. Waar zijn mijn verkochten? Of staan die helemaal achteraan? Oh, Sterling heb ik verkocht voor 230. En ik heb die centraal verdediger ook nog verkocht. Ik had ze dus voor meer de korop kunnen zetten. Maar ja, alsnog, nice. Toen heb ik nu 4,5 miljoen. En als ik al dit verkoop, dan zit ik echt rond de 6 miljoen wat ik aan coins heb. Dus dat is wel echt heel ziek. Dat is echt heel ziek. Maar ja, veel meer spelers dan dit kan ik niet echt verkopen. Ja, dit soort spelers kan ik erop zetten. Maar hoeveel zijn die waard? Die hebben die geen voorgestelde prijs? Nou, blijkbaar niet. Ik denk dat dit soort spelers helemaal niet zoveel waard zijn. Nee, oké. Nou, in ieder geval prima. Ik denk dat die ook echt niet de moeite waard zijn om te verkopen. Oh, deze heeft dan wel voorgesteld prijs. Ah, ik zet hem erop. 20.000 coins. Verder doe ik er toch niks mee. De spelers die hier staan zijn allemaal non-tradable. Daar kan ik niks mee. Ja, James kan ik wel. Maar omdat James 85 is en dan wordt hij teruggezet naar 78, ga ik dat natuurlijk niet doen. Nee, dan laten we het hier erbij. Dit is echt ziek. Ik ben benieuwd. Als alles verkoop, jongen, dan heb ik inderdaad bizar veel coins. Dus dat was inderdaad een goede tip om even wat spelers te kopen. Dan hebben we in ieder geval coins voor het geval dat binnenkort Team of the Year uitkomt. Want Team of the Year komt er natuurlijk binnenkort aan. En dan hopelijk kunnen we vet veel dingen krijgen. En misschien een Team of the Year speler. Maar ja, dat zien we dan wel. We hebben nu in ieder geval lekker wat coins verdiend. Ik denk dat ik echt een paar miljoen heb verdiend. Echt in 10 minuten tijd. Dus dat is wel echt heel nice. Maar dan laat ik hierbij voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Als je dat nog niet hebt gedaan. Dan heb ik tenslotte nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond. Check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!